het is wel iets wat Robinson met je doet. En het is ook kut om je te zien. En ik denk ook wel weer hier, ik wil mezelf bijna in mijn gezicht slaan. En ik ben blij dat het erop zit. Ik ben ook heel opgelucht. Wij zijn Frank en Eva en wij zitten dit seizoen in Expeditie Robinson. Althans, ik zit er nog in. En ik zat erin. We beginnen met de vragen die stonden onder de video van vorige week, die goed bekeken is. Dankjewel daarvoor. A Life Like Anne, die vraagt... Ik vind het wel bijzonder dat heel toevallig om de beurt er een naam wordt genoemd bij de eilandraad. Dus mijn vraag is, hoe zit dat? Je vult je stem in, doet hem in die pot, dan gaat een van de twee presentatoren hem ophalen. En die gaat dan even achter de schermen en daar wordt dan links en rechts in de pot gelegd op wie er gestemd is. Maar dan vraag ik hem wel af, stel dat er nou op vier verschillende mensen is gestemd. Hoe leggen ze het dan in? Of leggen ze het gewoon... Oh, ze doen natuurlijk niet links en rechts, ze leggen ze gewoon op elkaar allemaal. Frank. Het is voor mij ook vroeg. Na een bewogen weekend. Het is toch mooi dat je gewoon tijdens het geven van het antwoord erachter komt dat het eigenlijk een andere antwoord is. Ja. Ellen Te Braken die zegt, hebben jullie het echt niet door dat er iemand van de productie een brief met een mededeling aan een boom hangt? Of zijn er verbaasde reacties gespeeld? Ik ben heel benieuwd. Nou, het wisselt. Ik heb ook lust gehad dat ik heel druk met iets bezig was. Dat zeiden, ja, moet je daar niet even in de boom kijken? En ik zei, ja, doe ik zo. En toen zag ik hem dus niet. Toen was het, Eva, brief. Oké. Ja, maar je ziet nooit dat ze hem ophangen. Dus dat is wel goed om te zeggen. Ze zijn er opeens, die brieven. En je wordt er wel vaak op geattendeerd. Laatste vraag van de vorige video. Wat ik mij afvraag, lieve jongens, zegt Ragonda van den Berg. Mogen jullie wilde dieren vangen en opeten? Zoals een slang of een wild zwijn? Want de cameracrew filmt de dieren. Maar na al die jaren trouwe fan vraag ik mij dit toch af. In principe mag je alles eten. Je moet alles checken met iemand of het niet giftig is. Of het niet beschermd is. Dus ik heb vissen gevangen samen met Hugo, die we dan heel trots van, en dan lieten we hem zien aan de night guard of aan iemand die er verstand van heeft. En die zei van, ja jongens, goed gedaan, maar dat mag je niet eten. En dan ging het weer terug de natuur in. Heb je nou ook een spannende of een grappige of een moeilijke of een leuke vraag? Laat hem dan hieronder achter en dan beantwoorden Frank en ik hem volgende week. Oké. Okay. Kunnen we? Ja. Maar niet iedereen staat even vrolijk op vandaag. Mijn god, wat doe ik hier? Ik vind het gewoon echt helemaal niet leuk meer. Ik wil zo graag naar huis. Ik word echt een beetje verscheurd. Ging je daar huilen of had je gewoon... Nee, ik had jeuk. Ik heb er heel goed over nagedacht. Maar het is wel, als je het zo terugziet... Ik vind mezelf minder jankerd dan vorige week, want toen hadden we het er ook over. Ja. Nu was ook gewoon het moment daar en ik ben volgens mij best wel duidelijk en eerlijk en straight. En ja, het is nou eenmaal zo en ik was heel erg ongelukkig. En ik heb besloten om daar mee te doen, zelf besloten om daar mee te doen. En ik heb ook zelf besloten om eruit te gaan. En het is wel ik heb wel twee weken gezeten. Het is niet dat ik na twee dagen dacht, nou hé, ik mis mijn douche. Ik ben moe. Ja, ik heb zin in een boterhammetje met hagelslag. Ik ga lekker er vandoor. Dus ik heb wel gewoon twee weken daar doorgemaakt. En we hadden eigenlijk het allerleukste eiland van het moment, wat ik toen had. Oh mijn god, dat was zo gezellig. Een soort hippie-eiland waren we. En, ja, lekker toch, de hele tijd in je blootje. Toch besloot ik er vandoor te gaan. Dus ja, ik ben blij dat het erop zit. Ik ben ook heel opgelucht. Ik vind het echt heftig. Gaat ie? Nee, ik vind het echt heel heftig. Het is oké. Het is echt oké. Ik heb nu één doel. En dat is om Rijk gewoon er bovenop te helpen. En ja, ik word daar heel emotioneel van. We hebben veel nare dingen gezegd over Kim Kutter. Jij vooral. Maar dit is wel heel lief. En ook heel erg nodig voor Rijk. Ja, het emotioneert me heel erg elke keer om Rijk te zien. En dit was een heel mooi moment. En gelukkig vangen ze een visje. En komen ze er weer een beetje bovenop. Nee jongens. Wat is er? Ik ga jullie verlaten. Nu? Fuck! Nee. Ik word zo ongelukkig van dit eiland. En ik wil naar mijn meisje, ik wil naar mijn vader, ik wil gewoon naar mijn leven. Je kan er niks aan doen. Hou iets vol. Ja, natuurlijk ook het vol, maar ik vind het gewoon echt helemaal niet leuk. Ik word weer helemaal emotioneel, niet omdat ik mezelf zie huilen. Ik ben Giel Belen namelijk niet, maar omdat ik dat moment zo frustrerend vond. Ja, het is wel iets wat Robinson met je doet. En het is ook kut om je te zien en ik denk ook wel weer hier, ik wil mezelf bijna in mijn gezicht slaan. Ook omdat het de aflevering voor de samensmelting is. Ja, maar ja. Dat zou dichtbij, nee, maar dat getekent dus ook wel echt dat ik het gewoon heel graag weg wilde. Ik hoor af en toe ook mijn stem wel een beetje zo gaan. Maar het was mooi. Het was echt heel mooi. Ik vind het ergens ook wel heel lachwekkend. Ja, ik ook. En hij zei ook van,
ja, jullie kunnen het zonder mij. Ik denk, ja, wat denk je nou dat ik die zonder jou kan pikken? Ik bedoel, koekoek. Tuurlijk kan ik het zonder jou, man. Hou eens op. Maar het was ook heel lekker relativerend dit. Wat Thomas zegt. Want het is natuurlijk ook waar. We hebben het over een fucking tv-programma. En tuurlijk, ja. je hebt je hele leven zonder mij gered. En dan op dat eiland daarvoor ook al 12 dagen. Ja, maar het is zo grappig. Want hier, natuurlijk ben ik hier aan het huilen. Maar denk je dat ik de volgende dag nog zo over het eiland liep? Bro! Nee, het gaat ook gewoon door. Ja, natuurlijk, het gaat ook gewoon door. Maar dat vind ik dan ook een mooie, zeg maar, de kracht van montage. Ja. Want dit is ook niet met Thomas 1 seconde nee, nadat... Nee, dit zal waarschijnlijk 2 uur later zijn of zo. Nou, het is ja, op de volgende licht. Dag. Ja. Kom, kom, hij was zo lief. Kom. Kom, kom, kom. Op een gegeven moment dacht ik, moet ik haar gaan optillen per keer? Wat hoort dat nou? Kom, kom, kom. Zou hij dat in bed ook zo doen? Oh, dit is echt, dit was echt mijn lievelingsfragment van de afgelopen aflevering. Ja, en hoe jij dan Mariana springt. Oh. Het geeft een beetje aan hoe ik in de wedstrijd zit. Maar wel gewonnen. Ja. Klaar? Ik ga naar huis. Nee. Ik geef op. Nee, oh ja. Oh. Ik doe het wel weer alleen. Geen probleem. Wat is allemaal gezegd? Op. Hashtag Expeditie Robinson. Laten we beginnen met de eerste. Als Frank en Rijk samen op Duivels Eiland zouden zitten, was het kamp Frankrijk geweest. Nee, veel likes leuk. En terecht. Ja. Leuk grapje. Echt leuk. Esther, ik vraag me echt af hoe Berdien Stemberg en Rob Geus zich voelen als ze die Roy en Frank zien opgeven. Wat een armoe zeg. Beetje meer nadenken bij de kandidaatselectie AUB. Nou, ik vond ons allebei leuke kandidaten. Ja, fantastische kandidaten. Het is jammer dat we voortijdig de boel verlieten, maar verder waren we wel leuke kandidaten. Ja, en waarschijnlijk wordt dit eruit geknipt. Van Thomas Sleer, graag eens wat reacties van ouders van de deelnemers. Hoe is het voor vaders en moeders om hun kinderen te zien hongeren? Mijn moeder haat dit programma uit de grond van haar hart. Ze vindt het verschrikkelijk. Dus ik... wilde nou, een teken van leven sturen naar mijn moeder toen Frank eruit ging. Dus wat we hebben gedaan, we hadden die brief gekregen dat we de kampen gingen husselen. En op de achterkant van die brief hadden we met houtskool, dat we uit het vuur hadden gehaald, het telefoonnummer van Annetje Koreman geschreven. Dus toen ik eindelijk thuis was, na een hele lange reis, belde ik Annetje Koreman. Om te zeggen dat Eva goed ging en ze goed voelde. En Annetje was helemaal, oh Frank, dankjewel. En ik haat dit programma zo. En ik ben zo blij dat ze nog gezond is en leeft. En dat is voor mij ook echt zo'n opluchting. Ik wist dat Frank dat ging doen. Want mijn moeder die was hier helemaal op tegen dat ik meedeed. Maar ja, ik ben een eigenwijs kindje, dus ik doe dat dan gewoon toch. Waar heeft Kim eigenlijk geslapen na de eilandraad? Ze komt in het licht aan op Duivels Eiland. Terwijl ze natuurlijk in de proef in het donker of na de eilandraad in het donker eruit ging. Op het eilandraad-eiland. Daar heb je een plank en een muggennet waar je op moet slapen. Als je 's nachts niet meer naar het eiland kan waar je naartoe moet, omdat het te gevaarlijk is. Ik wil terug naar mijn vriendinnetje, mijn verloofde. Mogen er vanaf nu alleen maar echte kerels meedoen? Hashtag watje, hashtag expeditie Robinson, zegt Mark de Boer. Dat mag. Mag. Volgende ronde! Welke wil jij? Ik ben Eva. Ja, als Frank en Eva beide geen relatie hadden gehad, wie had er dan eerder opgegeven? Ja, Frank. Ja, het is wel raar om nu even te zeggen. Heel eerlijk, makkelijker is als je geen relatie hebt en je zit op Expeditie Robinson. Ja? Ja. Volgende. Wie zou zonder twijfel nog een keer meedoen aan Expeditie Robinson? Nou, ik denk allebei niet. Wie zou het langst overleven op een eiland zonder camera's? Wow. Ja, ik denk dat er dan hele andere wetten gelden. Ja, denk ik ook. Ik denk dat... dat mijn probleem was dat ik het zag als een tv-programma. Ja. En niet echt als overleven op een onbewoond eiland. Dus, nou weet je, 2 keer even, nu Frank. Je mag het met me oneens zijn, hè? Nee, ik doe wel. Ik vind het... laat het een beetje gezellig houden. Wie vindt het meest ongemakkelijk om zichzelf zo terug te zien op televisie? Ja, ik vind mezelf zo'n dork af en toe. Dat wist ik al wel. Een dork? Ja, gewoon een beetje een sukkeltje. Dan zie ik mezelf met die hoge sokken. Of met mijn motoriek zo over het strand, zo... Dan denk ik, Eve, je bent zo'n nerdje.
Dit was alweer de 7e aflevering van After Expeditie. Ik hoop dat je het leuk vond en lief bent voor Frank, want dat vind ik belangrijk. Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik ben vooral benieuwd wat je ervan vond. Van mijn vertrek uit Expeditie Robinson. Je mag meedogenloos zijn, maar wel met respect. Want daar is deze samenleving op gestoeld. Dankjewel voor het kijken, tot volgende week. En als je dus nog vragen, opmerkingen, wat dan ook hebt, laat het hieronder achter. En een duimpje omhoog. Want hoe meer duimpjes, hoe gelukkiger de wereld.